Het Telesuur Nationaal Breedbandproject is tot nu toe op schema. Zo verzekert minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij stelt dat de vervanging van de oude kabels en het plaatsen van nieuwe verbindingskasten uiterlijk december afgerond zal zijn. Daarna begint Telesuur met het vervangen van de huisaansluitingen. Pengel is ervan overtuigd dat het grootste deel van dit project niet langer dan 2 jaar in beslag zal nemen. Het vervangen van de huisaansluitingen, dus van de kasten die we op verschillende hoeken kunnen zien, die geplaatst zijn. Dan is het volgende project het maken van de klassieke aansluiting van de kasten naar de huishoudens. Dat project zal 1 jaar tot 18 maanden in beslag nemen. Maar met onze partner, de partner van Telesuur dan, Huawei, de mensen zijn getraind. We brengen ook regelmatig een informatief programma van Telesuur om de gemeenschap te informeren wat de voortgang is van het project. Dus iedereen kan het ook een beetje volgen, ik geloof Fiber Vibes of zo heet het programma. Dat de gemeenschap ook kan volgen wat de vorderingen zijn ten aanzien van dit project. Pengel zegt dat het Nationaal Breedbandproject meerdere voordelen zal hebben. Het Safe City project is daarvan een goed voorbeeld. Een project dat met veiligheid te maken heeft. Waarbij we dus camera's, het Safe City project. Waarbij we dus op 100 locaties camera's installeren. Om ook de beleving van veiligheid te verhogen. Maar tegelijkertijd ook de diensten die, laten we zeggen, de politie en het directoraat Nationale Veiligheid, dat zij ook deze beelden ter beschikking hebben om ook hun werk op een efficiëntere manier te kunnen doen, zowel in de preventieve sfeer als in de reactieve sfeer. Wij als ministerie van Openbare Werken zijn sterk geïnteresseerd in de uitvoering van dit project, omdat wij via de afdeling verkeer ook gebruik zullen maken van deze beelden om verkeersstudies te doen, om te kijken waar er bijvoorbeeld bottlenecks in het verkeer ontstaan, op welke tijdstippen ontstaan deze. Dus we kunnen meer deskstudies doen ten aanzien van verkeersveiligheid, verkeerdoorstroming. Aldus minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij zegt dat het Nationaal Breedbandproject van Telesuur tot nu toe op schema is.